Je wordt omhelst door alles wat er om je heen zit. Zoals de engelen hierboven bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Diederik, we staan nu hier in de Waalse kerk. Waar is het maakt het een onderdeel van uit? Deze kerk maakt vandaag onderdeel uit van de orgelroute van het Grachtenfestival. De serie heet Orgels in de Gloria. En de mensen die dan meedoen, die lopen dan van kerk tot kerk om de verschillende orgels te beluisteren en nog meer muziek. Dit orgel hier in de Waalse kerk is uit de 18e eeuw en is best bijzonder omdat het nog heel erg in originele staat bewaard is. Dit orgel heeft een heel extravert karakter. Het is heel... Het komt direct bij je binnen en daardoor en er zitten ook hele mooie stemmen op, waardoor dat heel... Je kunt er niet omheen om het geluid, zeg maar. In de Engelse kerk waar ik zelf speel, daar speel ik op het koororgel. Het is een heel klein orgeltje. Mensen denken vaak bij orgel aan hele grote wandvullende meubels. Maar, zoals deze. Maar er zijn ook hele kleine orgeltjes. En in de Krijtberg is een orgel wat meer geschikt is voor de 19e eeuwse muziek en daardoor weer een hele andere sfeer geeft. Waar ik benieuwd naar was, hoe ben jij orgel gaan spelen? Mijn vader speelde ook al orgel bij ons in de kerk vroeger. En als kind, klein kind zat ik daar dan naast op de orgelbank. En dat vond ik dan heel leuk om te zien. En op een gegeven moment ben ik zelf piano gaan spelen eerst en later ook orgel. En ik vind het nog steeds erg leuk. Als ik nu zo achter me kijk, het is niet dat het publiek nou jou heel erg goed kan zien. Hoe vind je dat? Hier is dat niet zo. In de Engelse kerk is dat wel zo. Daar speel ik op het koororgeltje. Maar inderdaad, in de meeste gevallen kan het publiek je niet zien. Voor het publiek is het vaak niet zo leuk. Omdat je eigenlijk alleen maar hoort wat er gebeurt. Je ziet niet wat er gebeurt. En mijzelf maakt het niet zoveel uit of ik nou alleen gezien word of gehoord. Je zit heel erg in het instrument eigenlijk. Je wordt omhelst door alles wat er om je heen zit. Zoals de engelen hierboven bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Wat helpen jullie met deze orgeltour te bereiken? We hopen mensen een leuke middag te bezorgen. En juist ook maar nieuw publiek te trekken of de oude garde te verwennen? Ja, het zou mooi zijn als er mensen komen die dit helemaal niet verwacht hadden en dit helemaal niet kennen natuurlijk. Wat vind je nou zelf het leukste aan zo'n middag? Gewoon muziek maken.